sta hier vandaag voor de laatste keer voor de Watercube, het zwemstadion. Vandaag is de finale voor de 50 meter vrije slag. De laatste kans voor Marleen om een individuele Olympische medaille te pakken. En ik hoop echt voor haar dat het gaat lukken. Familieleden van al die mensen die op dat lijstje stonden net, gaat die allemaal filmen. Hoe ze juichen wanneer de desbetreffende sporter wint. Dus als Marleen wint, gaat die ons filmen. Ik weet dat dit gewoon de laatste kans is op een Olympische individuele medaille, tenminste hier in Beijing. En dat legt er misschien extra druk op. Het zit erin, absoluut. Dus, en als het dan uitkomt, dan is dat heel prima. Maar als het er niet uitkomt, dan is dat heel erg kut. Net zagen we de sporters daar al achter de pers en andere sporters langslopen om naar de callroom te gaan. Dus ze kunnen daar nu de 10 minuten elkaar nog veel zenuwachtiger maken nadat ze waarschijnlijk al zijn. Of gespannen, maar dat ligt een beetje aan hoe je het wil noemen. En over 10 minuten barst het geweld los. Marleen ziet er relaxed uit. Ze heeft vast heel veel zin in. En toch eventjes echt in één baantje gewoon te knallen. Over een halve minuut weten we het. Een minuut. Kom op, Marleen! Die heeft er zo de pest in. Ja, geen medaille. Ja, wat ging er mis? Wat ging er mis? Ze lag heel erg goed naar de helft, maar de laatste 25 meter ging gewoon niet goed genoeg. Nou, dat was het dan. Het zwemtoernooi zit erop. Voor Nederland 1 gouden medaille op de estafette. En voor Marleen geen medailles op de individuele nummers. Dat is toch wel een hele grote teleurstelling voor haar. Ja, ze moeten het ermee doen, maar misschien zullen we vanavond nog eventjes spreken. Eventjes een hapje met haar gaan eten, om maar eventjes op te beuren, want ik denk dat dat wel eventjes nodig is.